Goedemorgen. Dit is het schoolplein van een van de 7 scholen van Stichting Bijzonderwijs. Op onze scholen gaan kinderen naar school met allerlei verschillende leer- en opgroeiproblemen. Sommige kinderen zijn ook getraumatiseerd. Getraumatiseerd door seksueel misbruik, huiselijk geweld en andere vormen van het inperken van veiligheid van kinderen. Kinderen als Lidie en Hovik, die kennen wij allemaal al te goed. Ze zijn hier geworteld en die horen hier gewoon thuis. Het is verschrikkelijk als ik hoor dat deze kinderen weer terug moeten naar Armenië, een land dat ze helemaal niet kennen. En wat ik ook zo verschrikkelijk vind, is dat die overheid die aan ons vraagt, als speciaal onderwijsinstelling, hoe kunnen we nou voorkomen dat deze kinderen, dit soort kinderen, dat die hier terechtkomen, dat die getraumatiseerd raken überhaupt. Dat diezelfde overheid verantwoordelijk is voor het traumatiseren van kinderen door ze uit te zetten terwijl ze in dit land gewoon geworteld zijn. Ze zijn al thuis, laat ze blijven. Ze zijn hartelijk welkom in Nederland. Hier hebben ze vriendjes, hier hebben ze vriendinnetjes. Hier zijn ze veilig, hier hebben ze een toekomst. Alsjeblieft, laat ze thuis.